De WK Superbikes op het TT-circuit van Assen zijn probleemloos verlopen. Enige spelbreker was het wisselvallige weer. En dat ondervond ook Nederlands hoop in de superbike-klasse, Michael van der Mark. Die gisteren in de eerste race weliswaar ten val kwam, maar er toch voor zorgde dat het publiek en ook TT-voorzitter Arjan Bos konden genieten met volle teugen. Vorig jaar twee keer geweldig gepresteerd met 2/3 plaatsen. Nu 1 keer, maar je zag wel dat op de zaterdag in de eerste superbike race dat hij... het was een beetje de dode van de gladiolen. En helaas werd het dat hij eraf ging. Maar anders had hij een grote kans gehad om zijn eerste superbike race te winnen. Vandaag zag je dat het een hele moeilijke race was. Iedereen moest wisselen. Dat geeft ook alweer veel spanning. Een 3e plek. Hartstikke mooi, uiteraard. Op het podium. En hij laat zien dat hij erbij bij de beste van de wereld hoort. Ja, en hij weet dat publiek gewoon te bespelen. Mensen vinden het prachtig. Mensen volgen hem. En wat dat betreft is het een coureur met enorm veel potentie voor de toekomst. Dus erg genoten. Dit seizoen worden de races in het Superbike Weekend verdeeld over 2 dagen. Tot tevredenheid van Bos. Ik vind het evenement in ieder geval verbeterd. Ik denk dat ze een goede formule te pakken hebben. De weersinvloeden hebben ons wel parten gespeeld. We hebben over het hele evenement 29.000 toeschouwers. Het jaar daarvoor 32.500, maar toen hadden we goed weer. En ja, weer is toch een belangrijke invloedsbepaler of mensen 's ochtends op de motor stappen ja of nee naar dit evenement. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel een evenement met potentie als je het over 2 dagen de races verdeelt. Een kaartje is even duur gebleven, €49. Dan kun je op de zaterdag en de zondag heen. Je kunt het kaartje eventueel ook nog wisselen met een buurman of wat dan ook. Heel succesvol de open paddock. Iedereen kan er gaan kijken en iedereen vindt het ook erg leuk. En een pitlane voor 1500 mensen die daar ook in konden gaan kijken. Dat is enorm gewaardeerd, dat hoor je. En ja, ik denk dat als deze formule verder gaat werken en misschien Michael van der Mark er volgend jaar nog bij is, want wellicht gaat hij toch een overstap maken, maar dat weet ik natuurlijk zelf niet. Dan geloof ik echt dat dit in een opwaartse gang zit. Ja.